En tada! Ik ben Eeman. En wie ben jij? Dit is Caro Eeman. Ze komt bij ons in de klas. Maar waarom ben je dan van school veranderd? Ik werd gepest. Zie een examen. Ik zie een mooi meisje. Bikinis en zo. Ben jij niet pompeel staan? Denk je dat ik gek ben? Doe deze maar aan en geef die vieze maar aan mij. Zal ik je helpen? Nee. Hey. Je ziet er super mooi uit. Ook al met het omkleden, alsof je voor jezelf schaamt. Iedereen zelfs onzeker. Je bent echt niet de enige hoor. Ik wil alleen maar zeggen, je moet er niet te lang mee wachten. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Ik kan je niet zo goed volgen, Caro. Wat bedoel je nou precies? We zijn toch vriendinnen? Die vertellen elkaar toch alles? Weet je wat transgenders zijn? Meisjes die geboren zijn als jongen of jongens die zich eigenlijk een meisje voelen. Ja. Ja, dat ben ik dus. Maar je bent gewoon een meisje. Dat is echt de mooiste reactie die ik ooit heb gehad. Caro, psst. Ga je nog één keer mee zwemmen vanmiddag? Gezellig. Weet je al wanneer het ze gaat vertellen? Caro gaat ons iets vertellen. Ik ben transgender. Ik ben een meisje geboren in het lichaam van een jongen. Dankjewel dat je dit met ons hebt willen delen. Dat vind ik heel erg bijzonder. Maar vooral heel erg moedig. Ik heb hem de hele zomer niet gezien. Zou hij ook wel eens aan mij gedacht hebben? Ik wist niet dat mijn hart zo snel kon slaan. Hij is ook zo leuk en lief. Ik was alles en iedereen om me heen vergeten. Alleen hij en ik. Hij vindt me leuk. Ik voelde het. Hoe hij me aankeek. Hoe hij bang was dat ik dichterbij kwam, maar dat aan de andere kant ook wilde. Oh, het zou zo geweldig zijn als hij hetzelfde voelde als ik. Zijn ogen op mij gericht. En kon dat moment nog maar eeuwig duren. Vraag gewoon Dylan wat hij van je vindt. Kom op. Sorry, ik vind jou ook echt heel leuk, maar niet op de manier dat ik met je uit wil. Waarom wil hij nou niks met mij? Misschien kan ik mijn tijd beter aan iemand besteden die me wel ziet zitten. Probeer aan Devin te denken en hem leuk te vinden. Ik weet gewoon niet of ik Devin nog wel zo leuk vind. Net zo leuk als Dylan, bedoel je? Dat is hij sowieso niet. Mijn dagboek is weg. Je doet nou zoiets. Maar Shirley, nu denkt toch iedereen dat jouw dagboek gestolen is? Heb je die rare bericht gelezen op Collins Moelen? Als ik aan hem denk, krijg ik het helemaal warm van binnen. Ik ben bang dat iedereen nu door heeft dat het er voor mij gaat. Waarom doet iemand nou zoiets? Ik weet zeker dat er heel veel jongens zijn die niet zou willen reageren. Zoals Dylan bedoel je? Volgens mij heeft Devin iets te maken met die post. Wat? Hey, als jij iets zegt tegen Damstaf, tegen wie dan ook, dan zet ik haar hele dagboek online. Dylan? Dylan, kun je zo even helpen? Caro moet de lucht in. Kun je erbij? Ja. Dat je me zo snel mogelijk op school wilde spreken, dat moet wel betekenen dat het supergroot nieuws is. De CEO van Rebel die belde mij. En ze zien jou als het nieuwe gezicht van hun nieuwe wereldwijde campagne. Parijs? Je hebt morgen een afspraak met Rebel om het over hun plannen met jou te hebben. Maar ik moet gewoon naar school toe. Ik ben gewoon benieuwd wat er op zo'n shoot allemaal gebeurt. Nou, het is wel echt een heel gedoe hoor, zo'n fotoshoot. Maar dat leg ik wel een andere keer uit. Echt sommige mensen? Waarom doe jij zo raar tegen Jackie? Hoi, ik ben Jackie. Hoe vaak moet ik zoenen nu ik verliefd ben? Nou, wat een humor zeg. Ik ben zo blij dat ik straks even in Parijs zit. Ik kan me niet voorstellen dat ze net zo knap zijn als jij. Sorry,
Sorry. Nidamsa en ik hebben overleg gehad. En wij geven jou toch toestemming om naar Parijs te gaan. Let wel, je krijgt geen vrijstelling van proefwerk en werkstukken. Dus je moet hard aan de bak. Ja. Maar daar gaat Jackie jou bij helpen. Jackie? Echt jammer dat je naar Parijs gaat. Ja, je bent mijn enige vriendin hier. Wie zegt dat wij geen vriendinnen kunnen blijven? Ik kom jullie bedanken. Voor de afgelopen jaren, voor wat jullie allemaal voor me gedaan hebben. We zijn ook heel erg trots op je. Dat houdt dan wel in dat ik in Parijs moet gaan wonen. Oh? En de school dan? Nou ja, dat houdt in dat ik het Spangalis ga verlaten. Little reminder, Parijs heeft je nodig. Nee, een goede vriend. En die goede vriend heet Dylan en zijn opa is dood. Het voelt gewoon niet goed om nu te gaan. Volg je gevoel. Zoals je dat altijd gedaan hebt. Maar ik weet ook dat het super belangrijk is om er voor een goede vriend te zijn als die je nodig heeft. Ze gaat niet mee. C'est la vie, zeggen ze dan toch? Oké. Parijs, mag je nog steeds komen? Sterker nog, toen Rebel hoorde waarom ik niet kon komen, wilden ze alleen nog maar meer dat ik de campagne ga doen. Ze hebben toch ook gelijk? Dat heb je ook echt bewezen. Ga je niet redden? Nu wel. Zo ver is Parijs nu ook weer niet, hè? Nee, je moet snel een croissantje komen eten. Oui, oui, mademoiselle. Ik ga het wel. Ga je missen? Ga je ook missen? I'll get you through the night.